Yes. Kijken. Even. Ja. Nou, top. Super, Nick, dat je even tijd hebt vrijgemaakt. We hebben net even natuurlijk je bol store geanalyseerd. Je hebt bij mij het traject gedaan van 4 maanden. En dan wil ik je ten eerste vragen, nou, hoe is het met Nick in het algemeen? Best goed. Goed om te horen. Ja, goed je weer te zien. We hebben natuurlijk afgelopen maanden altijd wekelijks calls ingepland, weet je wel. Je hebt de coaching genomen. Kan je iets meer vertellen over hoe wij toen in contact zijn geraakt? Ik denk via Instagram destijds hebben we een tijdje gesproken, toch? Weet je nog hoe dat ging daarvoor? Ja, jij had mij een DM gestuurd op Instagram. Of ik geïnteresseerd was in e-commerce, of ik wist wat het was in dropshippen. Ik zei nee. Toen heb je aangeboden mij een cursus aan te bieden. Om mij te Ja. kunnen helpen, mij te kunnen leren een business op te zetten. Ja, en zodoende zijn we een beetje dat gaan doen, eigenlijk. Ja, man, want nu zit je natuurlijk ook nog in een vaste baan momenteel. Waarom dacht je dat het een goed idee was? Of welk probleem had je zeg maar voordat je mijn hulp had ingeschakeld, omtrent ondernemen op Bol, wat we bij jou hebben gedaan? Met welk probleem zat je daarvoor? Wat je dacht van ik ga er toch mee beginnen. Ja, sowieso wou ik meer verdienen per maand. Dat vond ik wel sowieso een streven om meer loon te pakken. Ja. En ook om eventueel ja, iets meer te kunnen zien van hoe de economie werkt en wat is geld. En er Ja. zijn ook andere manieren om het te verdienen en eventueel ook om mijn baan op te kunnen zeggen na een tijd. Ja, zeker. Ja, dat is misschien nog niet helemaal gelukt in het traject dat we hebben gevolgd. Alleen zou je zeggen dat je wel veel geleerd hebt omtrent ondernemen en het verkopen op Bol. Zeker. Om te horen. Echt veel kennis vrijt. Oké. Ja, kennis is nooit slecht. Dat is zeker waar. En waarom heb je toen toch uiteindelijk besloten om mijn hulp in te schakelen? We hadden natuurlijk contact via Instagram. Maar waarom heb je bijvoorbeeld voor mij gekozen en niet voor iemand anders? Het kan natuurlijk ook zijn dat iemand anders je ook had benaderd. Ja, ik had gewoon een goed gevoel bij jou en ik had een beetje research gedaan en je had goede reviews. En hadden natuurlijk eerst een call. Om te Ja. kijken of het wel iets was. En ja, gewoon een goed gevoel bij gehad. Ja, dat is altijd goed om te horen, Nico. Want hoe vond je onze samenwerking gaan? We hebben bijna 4,5 maanden samengewerkt natuurlijk. Omtrent je Bol Business. Hoe vond je dat gaan? Eigenlijk echt top. Je was altijd bereikbaar. Stuurde ook altijd wel vrij snel een bericht terug als je beschikbaar was. Kreeg altijd huiswerk mee, was ook altijd top. Dat ik niet met lege handen bleef zitten. Ja, was goed. Ja, dat is goed om te horen. Want welke resultaten heeft het je tot nu toe opgeleverd in die 4,5 maand? Kan je daar iets meer over delen? Ik heb een omzet gemaakt van 17, of 1700 euro. Het is een leuk begin natuurlijk. Extra, ja, het is een leuk bijverdienste. En ja, je leert ook een beetje hoe het allemaal in elkaar zit. Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. Nog niet eens het resultaat of bijzondere omzet die je hebt gedaan. Alleen je hebt nu wel de skills om gewoon een paar duizend euro per maand om te zetten via Bol. Dat kan natuurlijk altijd een lekker side-inkomen zijn in het begin. En op langere termijn misschien wel je fulltime baan ook vervangen. Waardoor je dus ook ja, niet per se in België waar jij woont hoeft te wonen. Of ergens anders heen kan gaan of reizen. Ik denk dat dat ook wel een reden was voor jou om daarmee te beginnen. Gewoon voor dat extra inkomen en die vrijheid, denk ik, toch? Oké. Ja, zeker voor de vrijheid. Dat was wel ja, Okay. een doel in mijn leven nog. Ja. Ja, snap ik. En wat betekenen de resultaten die je tot nu toe hebt gehaald? Kan je daar iets meer over zeggen? Hoe dat voelt, et cetera? Ja, het is een leuk gevoel om zo'n bedrag te zien op je store. En om maandelijks weer ja, toch 500 tot 700 euro extra op je bankrekening te krijgen. Dat is wel een leuke motivatie om door te blijven gaan. Ja, en het groeit ook alleen maar, weet je. Dus natuurlijk is het wel met ups en downs gegaan. En natuurlijk november en december wat beter gedraaid. En nu moeten we even kijken van ja, hoe kan je van dit jaar een beter jaar maken dan 2023? En hoe voelde die eerste sale niet? Kan je daar iets meer over vertellen? Dat je de eerste sale op Bol had. Tuurlijk, dat is misschien een belangrijk Ja, moment. dat is een heel leuk gevoel natuurlijk. Ja, zeker. Je, ja, je krijgt een melding binnen en je denkt, oh, het werkt echt. En mensen willen jouw product kopen. Ja,
Het is echt een leuk gevoel om ook om naar de post te brengen. Is ook een gevoel van, kijk, ik verkoop iets. Ik ben ja, gewoon. Het is een leuke aanstoot om verder te gaan. Ja, zeker. Dus ja, je hebt nu gewoon een Ja. mooi begin gemaakt. En ik denk dat voornamelijk niet zozeer het resultaat voor jou is wat we tot nu toe hebben gehaald, maar echt wat je hebt geleerd, weet je wel? De skills waarmee je dus in 2024 ja, verder kan gaan. En in hoeverre zou je dit anderen aanraden, Niek? Ja, het is sowieso. Ja, ik moet zeggen, het is wel een risico natuurlijk, want je moet wel een product vinden dat lekker loopt. Ja. Ja, en dat is wel gelukt. En zo ook zeker met jouw strategieën is het eigenlijk onmogelijk om het niet te vinden. Ja, ik zou het wel aanraden, zeker om een leuk extra inkomen te verdienen en om ja, een nieuw leven te kunnen leiden eigenlijk. Ja, want ik denk dat het goed is dat je zegt, vooral die strategieën, weet je wel. Je moet natuurlijk weten welke producten, hoe maak je de titel voor op bol, hoe maak je foto's, omschrijvingen. Hoe belangrijk denk je dat dat is om die resultaten te behalen die je hebt gehaald en voor de resultaten die je nog gaat boeken, om zo'n strategie te hebben in plaats van zomaar wat te doen? Ja, heel belangrijk. Het is wel de key tot succes. Een van de basissen die je nodig hebt om op te bouwen. Zeker ook door jouw strategieën. Als je iets niet begrijpt, kun je gewoon jou connecten. En je legt het dan ook uit. Terwijl je op internet lukraak wat vindt en het werkt niet. Ja, wat dan? En Ja, daar precies. had je wel altijd het antwoord terug. Dus, Ja, precies. Vooral die één-op-één begeleiding dan en de ja. calls die we hier hebben en het WhatsApp-contact en de videocursus ter ondersteuning, dat je gewoon van alles wat hebt om jouw gewenste resultaat te halen. Oké, ja, dat is goed om te horen. Als laatste, Nico, had je verder misschien nog dingen om af te sluiten die je zegt, die zijn belangrijk in ja, het traject die we samen hebben gedaan? Ja, sowieso de consistentie. Dat je gewoon blijft volhouden, ook als het even een weekje rustig is. Dat je dan niet denkt van, oh, het loopt niet, ik stop ermee. Ja, precies. Want ik heb ook weken gehad dat ik niks had. Maar ook weken dat ik echt booming veel sales had. Ja. Dus ja, wel vol blijven houden en geloof in jezelf hebben. En ja, gewoon dankbaar zijn voor alle sales die je binnenkrijgt. Ja, en het groeit ook alleen maar. Dus nu heb je Ja. misschien iets mindere periode nog, dat nieuwe jaar is, maar ja, ik verwacht wel dat 2024, als je weer verder gaat met je bol business. Als je verder, je hebt ook de skills niet om het zelf verder op te pakken, weet je wel. Je denkt ook niet meer dat je per se mij nodig hebt om misschien een juist product te vinden, om de juiste titel te maken of foto's of omschrijvingen. Dus je leert iets waar je eigenlijk ja, niet alleen in het traject iets aan hebt, maar ook daarna. Denk je er ook zo over? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, je kan rijk worden door de omzet die je hebt, maar ook rijk door de kennis die je opdoet. Ja, Dat is zeker. misschien wel de grootste rijkdom die je dan kan hebben om verder een klein imperium op te bouwen, zou ik maar zeggen. Ja, wees dat kennis is macht. Dus je weet nu dingen die iemand anders niet weet. En dan kan je ook resultaten behalen die iemand anders in een 9 tot 5 bijvoorbeeld niet heeft. Omdat diegene heeft die kennis niet. Dus jij hebt die nu wel. Daar heb je, ja, zolang je op deze aardbol bent, kan je daar iets mee doen. Kan je daar nog meer van maken dan dat je tot nu toe hebt gedaan. Ja, klopt. Helemaal gelijk in. Top, Nick. Dan ga ik hem afronden. Wil ik je bedanken voor je tijd. En Yes, ja. graag gedaan. Jullie mij willen connecten of Nick, om te kijken of misschien het coachingstraject van mij iets voor jou is, dan kunnen jullie dat altijd doen. En dan zie ik jullie weer in een volgende klantinterview.